Na de technische school ging ik in 1964 werken bij DAF-garage van Bestebreutje in Rijsoord, want vrachtauto's waren mijn passie. Na een onderbreking door mijn dienstplicht als vliegtuigmaker kon ik weer terug naar de garage. Al snel haalde ik mijn rijbewijzen, want het internationaal vervoer was mijn doel. Maar de baas vroeg om te blijven, want er was heel veel werk, zei hij. Nieuwe trucks ophalen in Eindhoven is ook leuk en de takelwagen voor hulp geeft toch ook interessant werk. Ik bleef en mocht zijn zoon helpen bij klussen met de takelwagen op de A16 en de A15. Dat ging toen heel anders. Het was niet zo druk op de weg. Er zijn nu heel wat regels voor de veiligheid. Politie en wegenwacht waren in hun gebruikelijke uniform aan het werk, zonder veiligheidshesjes. Ook voor ons was er geen speciale kleding. Met de kleren die je op het moment van uitrukken aan had, ging je aan de slag. De kijkers stonden wel heel dicht op het bergingswerk, puur uit nieuwsgierigheid naar het werk. Maar vooral naar de lading. Als de lading verspreid over de weg en de berm lag, werd er meestal gevraagd om mee te helpen opruimen. Vele handen maken lichtwerk, nietwaar? Deze wagen had breutjes aluminium van 25 kilo per stuk. Na het opruimen kregen ze 10 gulden voor de hulp. Toen er een wagen met rollen behang gekanteld was, bleek later dat de hele buurt hetzelfde behang op de muren had. Het was opmerkelijk hoe snel bekend werd dat er spullen waren die je makkelijk mee kon nemen. Er kwam een plank over de sloot en ze waren er. Per berging werd bekeken hoe we te werk moesten gaan. Er konden gevaarlijke stoffen in zitten en milieuverontreiniging moest worden voorkomen. Bij deze tankauto wordt eerst de lading overgepompt naar de voorste auto. Nu ik met pensioen ben, dacht ik over die periode terug en herinnerde ik mij dat mijn vriend een paar van die bergingen gefilmd had en heb zijn zoon gevraagd of die film er nog was. Na een paar weken had ik die filmspoel in huis en kon Bas Romein er dit filmpje van maken.